Ajax onder 16 is de koploper in de competitie en speelt een topper op de toekomst, want FC Utrecht is de nummer 2. Ajax onder 16 dat alles nog won. En hier een goede kans voor Lanzana ziet worden afgevlacht voor buitenspel. Dat was het niet, maar de bal ging er uiteindelijk ook niet in. Hier is Bas de Jager, de linksbuiten. Bal van richting vooral, het komt daar voor Vinicio Sint. Maar die kan niet genoeg kracht achter die kopbal zetten. De ploeg van Richard Knopper. Dit seizoen coach geworden in de jeugdopleiding van Ajax. Hier Bas de Jager, die het zelf probeert. Een goede schuiver, hard voorlangs. Een van de gevaarlijkste wapenfeiten in de eerste helft, waarin niet veel gebeurde. Dit is al na rust. Het stompen van Daan Reiziger. En dan Reiziger half. Liam van Gelderen kan hem nog net op tijd voor de doellijn wegschieten. De bal niet over de lijn geweest, geeft de scheidsrechter aan. En dat is in deze herhaling goed zichtbaar. Liam van Gelderen net op tijd voorkomt een achterstand voor Ajax onder 16. Dan aan de andere kant Liam van Gelderen met de goal. Goed ingeknikt. En eerst is belangrijk voor de eigen goal. En vervolgens, een paar minuten later, zet hij zijn ploeg op voorsprong. Goed binnengeknikt, Liam van Gelderen. Dan Utrecht met een lange bal die zomaar goed valt. Wordt binnengeschoten. Het is Sam van Swieten. Hij staat net 10 seconden in het veld. Het is zijn eerste balcontact. En hij brengt Utrecht weer op gelijke hoogte. Met een gelukje voor zijn voeten. Maar dan maakt hij het wel erg goed af. Omzichtig. Met een lange solo. Bas de Jager, de vlag gaat weer de lucht in. Dit keer mag het door van de scheidsrechter. De afwerking is niet goed genoeg. Van de linksbuiten die overkwam van Hollandia deze zomer. Hij laat zich zien in deze wedstrijd. Makkelijk een vangbal voor Welink, de keeper van Utrecht. Dan weer een opportunistische bal naar voren. Een foutje achterin bij Ajax. Maar daar wordt niet van geprofiteerd door Utrecht. Omdat Reiziger er goed tussen zit. Dan in de slotfase van de wedstrijd. Ajax nog één keer op zoek naar de 3 punten. Met El Bagir met een goede kans. Maar hij ramt hem uiteindelijk hard over. En zo eindigt deze wedstrijd tussen Ajax onder 16 en Utrecht onder 16 onbeslist. Het wordt 1-1 op de toekomst.